RKZFC heeft de Achterhoekse derby in de hoofdklasse zondagmiddag gewonnen van sportclub Silvolde. De bezoekers uit Zeeuwent waren met 1-3 te sterk voor de ploeg van trainer Dennis van Beukering. Van deze hele wedstrijd hadden we meer gehoopt. We hadden gehoopt dat we hem op zaterdag konden spelen. We hadden gehoopt dat hier de verlichting in orde was. We hadden ook echt gehoopt dat het lekker weer was en dat het ook echt een beetje een derby-sfeer was. Maar het was eigenlijk was het een wedstrijd van niks. Iedereen praat over een derby en dan ga je ervan uit dat die jongens natuurlijk er ook op gebrand zijn. Maar goed, dat echte derbygevoel had ik niet bij ons. Het was echt een gewone wedstrijd. En van onze kant uit was hij net zo slecht als het weer. Jullie hebben het lange tijd spannend gehouden in de wedstrijd. Ja, dat klopt. Met name op de eerste helft. Ik denk dat wij een prima eerste 45 minuten op de mat leggen. Maar ook voetbal met de eerste helft. We hebben toch wel laten zien dat wij in dat opzicht wat meer in huis hebben als Silvolde. En dan kan je in de tweede helft waar Silvolde dan in hun krachten gaan zitten. Dat ze toch heel veel de lange bal spelen. En dan gaan we iets te veel in hun spel mee. En uiteindelijk als we aan het voetballen komen, dan blijken we dan weer uit die 1-3. Dan kunnen we toch wel heel goede zaken doen. Ik ben blij, zeg maar. Ik vind dat de jongens met name die er zelf grandioos hebben gespeeld. De goede passie, de goede beleving op. Onder slechte omstandigheden natuurlijk veld glad en slecht weer. Maar ik vind dat de jongens daar vandaag prima mee overweg zijn gegaan. Ik vond sowieso, zien we in de eerste 20 minuten gewoon veel beter voetballen. We werden van het kastje naar de muur gestuurd eigenlijk. En dat kwam gewoon omdat we vanuit de opdrachten niet goed deden wat we moesten doen. Uiteindelijk dan herpak je jezelf omdat je in de arbeid gewoon wat meer levert. Het moet gewoon reëel zijn en we hadden vandaag eigenlijk niks verdiend. RKZVC tegen Silvolde, is dat een unieke wedstrijd voor de Achterhoek? Ja, op zich wel natuurlijk. Het is hoofdklasse zondag en het is een mooi potje. Alleen jammer van het weer, dat het weer wat tegen zit. Het zal ook wel een hoop publiek schelen, denk ik. Maar het gaat mooi tegen elkaar op, dus het is mooi om te zien. Verbaast het je nog enigszins dat RKZVC het zo goed doet in die eerste wedstrijden in de hoofdklasse? Ja, ik denk dat... We hebben gewoon een prima ploeg die gewoon heel moeilijk te kloppen is. Ze hebben een solide verdediging. Vorige week 3 tegengoals. Dat komt ons bijna nooit. De wedstrijd met 3-0 verliezen. Maar we hebben gewoon heel veel kwaliteit. En als we dit iedere keer kunnen opbrengen qua wedstrijdbeleving. En ik vind wel dat we iets fitter moeten worden. Maar tweede helft zakken we toch iets terug. Dan denk ik, dan komt het wel goed.